Over 3 kwartier beginnen de Oranje Leeuwinnen aan hun tweede wedstrijd. Maar nu is het eerst tijd voor dag 6 van EK Daily. En nog een keer. Yeah! Yeah! The people in Holland. Tot en met 6 augustus zijn we er elke avond om 8 uur om je helemaal bij te praten over het EK vrouwenvoetbal in Nederland. En elke avond schuiven er andere gasten aan hier op de bank. Vanavond, ja, vertrouwd gezicht, Sanne van Dongen. Over de kant 2 nieuwe gezichten, Frank Wielaert van de NOS. En dan Gila van Eijk, oud-international van de Oranje Leeuwinnen. En tegenwoordig, ja, waar voetbal je tegenwoordig? Voetballen niet, wel trainer zijn. Trainer zijn? Ja. Maar zelf ook nog wel eens tegen een balletje trappen? Ja, af en toe. Maar dat is dan meer in een 7-7. Ja. Een beetje voor de gezelligheid. Maar ja. Ja, want ik kan me voorstellen, jij was bij de eerste wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen. Ja. Dan gaat het wel weer kriebelen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, kriebelen om zelf op het veld te staan. Ja, toch? Ja, wat dat betreft ben ik dan denk ik iets te vroeg geboren. Maar ja, hun supporten, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, we hebben hier wat mensen op de bank gehad. Leonne Stentler, Claudia van Heiligenberg. Die zei, oh, ik had het zo graag willen meemaken. Heb je dat ooit in je hoofd gehad? Dat je rond deze tijd nog in aanmerking zou kunnen komen voor de Oranje Leeuwinnen? Qua leeftijd had het gekund. Ja. Maar dan had ik in 2015 denk ik een andere keuze moeten maken. Ja. Maar goed, ik ben ook blij met de keuzes die ik nu heb gemaakt. Wil je dan nu als coach? Nou, wie ooit weet. Een keer langs het veld? Ja, wie weet. Ja, de ambitie echt om de absolute top te halen? Ja, die ambitie is er zeker. Ja. Mooi. De afgelopen seizoen dan mijn eerste 2 diploma's mogen halen. Dus nog 2 te gaan. En dan mag je zeg maar in de Eredivisie coachen? Ja, dan heb je UEFA volgens mij voor nodig. Dus dan hoef ik er nog maar 1. Maar 1 tussen aanleidingstekens, want dat is best wel een pittige volgens mij. Ja. Nou, en de laatste dan, hè, UEFA Pro. Ja, en dat, dan, dat zou het ultieme doel zijn, ja. Dan hebben we het over het EK 2023 of zoiets. Dat kan niet, EK 2021. Ja. Of 25. Maar goed, Frank, voor de mensen die jou niet kennen. Ik denk dat ze je stem wel herkennen, want jij deed commentaar bij de eerste wedstrijd bij de NOS. Zal ik wel gewoon wat zeggen dan? 2,1 miljoen mensen hebben jouw stem gehoord. Ja, en hebben nu een idee wat voor hoofd erbij hoort, ja. Ik weet niet of dat een goed idee was. Hoe was het, als je dan terugluistert, de 1-0, de historische 1-0 van Van der Zanden. Als je dan terugluistert naar, ben je dan blij hoe je dat hebt gedaan? Ja, ik was eigenlijk meteen al wel blij. Ik ben niet zo van het terugkijken en terugluisteren. Niet heel snel in ieder geval. Ik kijk wel terug en ik luister wel terug, maar niet meteen. Maar eigenlijk was ik meteen nadat ik een punt zette, dacht ik, ja, prima dit. Ja, heb je daarop voorbereid? Mocht Nederland scoren, hoe ga ik? Nee. Je weet toch niet wie, je weet niet hoe. Nee. Dus, Bergkamp! Ja, kan zijn, hè? Ja, jij wel. Maar daarom zit je ook hier, hè? Niet bij als commentator van de NOS. Wat ik wel aan jou moet weten, wij hebben natuurlijk de eerste wedstrijd samengekeken. Toen zei je, ik ben niet heel zenuwachtig. Nou, de mensen hebben zelf de beelden kunnen zien naar de 1-0. Hoe is het nu, zo'n 3 kwartier voor de wedstrijd? Ja, het begint wel weer een beetje te kriebelen. Ik dacht ook inderdaad vorige keer dat het allemaal wel mee zou vallen. Maar als de bal dan afgetrapt is, dan ben ik toch alweer een diehard supporter. En dan, Waar is jouw oranje shirt? Ja, ik heb mijn shirt afgestemd bij die van Niel. Zo professioneel zijn we. Om eerlijk te zijn, ik heb hem niet in de was gedaan. En ik durfde het toch ook weer niet aan om dan naast Niel te zitten met een vies shirt. Straks gaat hij wel aan, denk ik, toch? Ja, ik doe hem straks wel weer aan. Okay. Na de eerste wedstrijd waren heel veel mensen heel lyrisch over Nederland. Het grote Noorwegen verslagen. Nou, we hebben net met z'n vieren België-Noorwegen zitten kijken. Waren we misschien iets te optimistisch, Nangila? Te optimistisch over Noorwegen? Over Nederland. Of over... Zeg maar dat het zo'n knappe prestatie was om dit Noorwegen te verslaan. Kijk, we doen niks afgedaan aan de prestatie natuurlijk. Gewoon, ze hebben gewoon ook heel goed gespeeld, ja. Hè, Nederland. Ik vond Noorwegen gewoon heel erg tegenvallen, ook tegen Nederland. Ik kon geen fatsoenlijke opbouw ontdekken. Nee. Veel lange ballen. Ruimtes werden dan in de hoeken gevonden. En vervolgens
bijna geen voortzetting. Nou, het was tegen België eigenlijk ook wel weer, weer te zien. Het gekke is, als we kijken naar de wedstrijd, België-Noorwegen, dat eigenlijk het identiek is aan de eerste wedstrijd, Frank. Dat Noorwegen de eerste helft prima mee kon komen, kreeg ook wel wat kansen tegen de Belgen. Maar in de tweede helft zakt het gewoon helemaal in elkaar. Ja, ze zijn niet fit. Daar lijkt het op in ieder geval. Want ze kunnen het inderdaad, toen ze achterkwamen, konden ze het helemaal niet recht breien. Geen moment dat je dacht van nou, daar zijn ze alsnog. Ook toen ze hadden afgesproken na de 2-0, nou gaan we met z'n allen. Niks van gezien, dus die zijn echt niet goed genoeg. En dat zegt ook een heleboel over. Misschien zijn we wel een beetje heel erg enthousiast richting Denemarken gegaan. Want ja, die mag je ongeveer gelijk schakelen met Noorwegen, denk ik. Maar ik denk dat ze fitter zijn, dus dat wordt dan toch iets ingewikkelder. Ja, Noorwegen werd toch wel gezien, in ieder geval, hè, we hebben het hier van tevoren over gehad, als een van de kanshebbers. Ja, die liggen er nu uit. Ja, ze liggen er wel uit, ja. Ja, ze hebben natuurlijk de beste speelster van de wereld. Dus dan ga je sowieso... Hegeberg. Ja, Portugal is ook niet echt een team zonder Ronaldo. Met Ronaldo kunnen ze gewoon het EK winnen. Dus wat dat betreft is het terecht, denk ik, dat we Noorwegen als goede tegenstander zagen. Maar inderdaad, ze hebben het niet echt weten te vinden, de knop. Ik zag jou bijna net zo hard juichen voor België als voor Nederland. Hoe komt dat? Ja, dat is, ik ben fan van Davina. Dus, voor de kijkers, Davina is... Davina Viltje speelt bij Ajax. En... zo'n toffe speels om naar te kijken. En dan ben ik bij Ajax. Leef maar gaan aan die linkerkant. Gaat gewoon door. Ze werd ook gewisseld omdat ze gewoon zoveel gerend had dat ze niet meer kon. Maar en ik ben ook, vind België wel gewoon een sympathieke ploeg. Ja. Dus, ja, bij die 1-0 is het handig dat we iemand hebben die voor zijn beroep wedstrijden verslaat. En ook alle spelregels weet. Want we zaten te kijken, wij dachten dat het, 1-0, dat het buitenspel was bij die 1-0. Maar... Frank? Nieuwe situatie. Op het moment dat die bal wordt ingekopt, is het geen buitenspel. Ja, degene die erachter staat, staat wel buitenspel. Neemt niet deel aan het spel op dat moment. Gaat pas deelnemen als de keeper de bal loslaat. En dan sta je niet buitenspel. Nieuwe situatie, gewoon doelpunt. Ja. En daarna, ja, dat was nog wel een redelijke redding van de keepster. Bij de 2-0 ging ze wel een beetje in de fout. 2-0 ging heel Noorwegen in de fout. Nee, maar ja, eerst het verdedigen. Ik vond bij de 1-0 al dat, dat ze misten gewoon één verdediger. Ja, nee, zeker. En bij de 2-0 eigenlijk precies hetzelfde. Dus missen ze de 2 of 3? Ja. Nou, dat was een ingooi en het was echt alsof er niemand stond van Noorwegen. Die bal werd nog een keer gestuiterd, ging over iemand heen. Twee man konden hem zo inkoppen bij wijze van spreken. Dat was echt niet goed. Dat vond ik wel schrikbarend. Ja, wij zitten natuurlijk ook een beetje te kijken, een beetje te denken. Is dit een goede uitslag voor Nederland eigenlijk? Dat België nu met 2-0 heeft gewonnen? Nou ja, op zich niet, denk ik. Want dan heb je liever dat ze gelijk spelen, dat je zelf wint. Dan weet je waar je aan toe bent. Maar goed, nu moet je zelf zien te winnen. Dan is het een andermans probleem en niet voor Nederland. Nee, oké. Heel goed. Jouw zusje, die is niet mee naar het WK. EK, Merel. Maar je hebt ook een ander zusje, Tessel. Ja. Rugbyspeelster. Zat zij nou ook bij die seven tegen de Sevens? Ja, ze zat bij de Sevens. Oké, want dat was ook een heel groot project altijd, hè, waar ze naar een WK toe gingen. Ja, Tessel die heeft altijd gebasketbald, net als ik. En toen heeft ze op een gegeven moment gezegd, ik wil de Olympische Spelen halen. En dat gaat met basketbal niet lukken. Dus ik ga rugbyën. Toen heeft ze 3 jaar van haar leven opgegeven, letterlijk eigenlijk. Ja. Om elke dag te trainen. Ja, weet je wie dat ook heeft gedaan? Ik denk dat ik wel weet wie dat ook heeft gedaan. Ja, dat is Tessa Veldhuis. En Tessa was de deelnemster van High Kicks. Ja, ik sta dus met niemand minder dan Tessa Veldhuis. Tessa, allereerst van harte welkom. Dankjewel. Ik zei al, ik ben een beetje underdressed, heb ik het gevoel. Mensen die jou niet kennen. Ja. Lijkt me heel onlogisch, maar stel jezelf nog even kort voor. Nou, ik ben dus Tess en ik... wie ben ik, joh? Ik heb gerugbied voor het Nederlands team. Misschien dat is denk ik waar jullie naar zoeken. Hè? Ja, ik heb dus, dat heb ik gedaan. Dat is dus met een ovale bal. Oh, ja, deze is wat iets anders. Ja. Maar hier zit wat in. Ik zou zeggen, maak hem open en laat hem tot je doordringen. Dat is je handicap die je zo moet gebruiken tijdens het hooghouden. Moet ik het ook even zeggen? Ja. Noem zoveel mogelijk speelsters die meedoen aan Euro 2017. Zes keer. Ik ken één Merel. Dat is hartstikke leuk. Oh ja. Maar ik ken meerdere spelers. Merel. Ik ben fan van Merel. En je zei alleen maar noem zoveel mogelijk Nederlands teamspeelsters. Ja, dus ik ga het aanpassen bij deze. Yeah. Want je speelt weer vals. Ja, waar? Hoor je dat? Als je met testspelletjes speelt, speelt het altijd vals. Maar je moet dus niet. Je mag één keer iemand noemen. Tessa Veldhuis, kom erbij. Poging 2. Ja, oké, weet je wat het is?
het lijkt nu nog alsof ik nog slechter ben dan ik al ben, maar dat komt. Ik ben zo, mag je, kan ik elke aflevering vanaf nu met jou opnemen? Ja. Je had er 8. Niet. Nee, 10. Kijk me terug, replay. 8. Echt 8, maar okay. Let op. Ik zat hier. Ik stond hier. Ik dacht, laat haar even gaan. Ja. Ik dacht, dit gaat lekker. Ja. En toen bij 7... Ging mijn rok omhoog. Ja, ja, en toen krijg je haast. Toen dacht je, het is of mijn rok, of ik geef het op. Ja, sorry, ik ga dan toch voor mijn rok. 8 is dus het hoogst. Ja. Nou, ik moet je zeggen, ik sta onderaan, weet ik. Hoeven we niet nog een keer te vertellen. Je staat onderaan. Maar ik ben wel best tevreden, moet ik zeggen. Ik wist niet dat ik 8 keer kon hooghouden. Nee, ze wist niet dat ze 8 keer kon hooghouden. Ik verbaas me wel een beetje dat ze maar 1 naam wist. Ja, daar verbaas me eigenlijk ook wel over. Toch? Een beetje als topsporter. Dan leef je toch wel een beetje in een andere ploegen. Ja, maar misschien is het ook gewoon de... Ja, de gekte. Ja. Het is heel lastig. En 2 taken tegelijk. Ja, het is die spanning ook. Heel lastig voetballen en praten tegelijk, weet ik uit ervaring. Oh ja, weet ik. Maar je staat op een keurige 2e plek, Frank Wielaert. Ja. Nu nog wel, ja. Nu nog wel? Ja. Vrees je? Ik kon ook niet hoog houden, dus er zullen er vast wel een paar zijn die dat wel kunnen, ja. Ja, we gaan ook nog een keer meedoen. Jij mag zeker een keer meedoen. Okay. Jij staat boven mij, dat vind ik niet goed. Goed, laten we kijken naar de wedstrijd van gisteravond. Engeland tegen Schotland. Ja, dat was een wedstrijd waar vooraf veel over te doen was. We hadden natuurlijk de dreiging van IS, maar ook de Battle of Britain. En hoe goed is Engeland? Nangila, hoe goed is Engeland na die wedstrijd van gisteren? Nou, ik vond Schotland heel erg tegenvallen. Natuurlijk is Engeland... Kijk, Engeland behoort gewoon wel tot de top. Laat dat duidelijk zijn. Ja. En dat hebben ze ook laten zien in de score. Ja, het was de laatste wedstrijd, speelronde 1 van alle groepswedstrijden. Engeland de meeste indruk gemaakt, Frank? Nee, vind ik niet. Tegen Schotland, die alleen maar oepsverdedigers, zoals ik ze noem, en oepskeeper hadden. Dus wat is een oepsverdediger? Oeps, loopt de man uit mijn rug. Oeps, ik ben te laat in het duel. Dat soort spelers. Nou, die hadden ze alleen maar achterin staan. Een keeper die gewoon niet zo heel goed was. En wat mij betreft, de topwedstrijd, daar komt dan degene uit die mij het meest is opgevallen. Dat is Zweden tegen Duitsland. Die hebben Duitsland tegengehouden, deden dat heel goed. Niet dat ze er wat aan hebben, want ze worden nog steeds tweede. Maar 6-0 is wel echt overtuigend, vond ik. Ja, sorry hoor. Ja, oké. Okay, het is 6 doelpunten maken tegen Schotland, oké, op een EK. Maar dit sloeg echt verdedigend nergens op. Wie was voor jou de uitblinker gisteren aan de Engelse zijde? Taylor. Ja? Ja, absoluut. Ja, jij bent zo, is dat scorebordjournalistiek, omdat ze 3 keer scoort? Nee, maar zij kan echt goed voetballen. Ze is pas heel laat bij de selectie gekomen. Pas 28, ze is al 31 volgens mij. Pas heel laat bij de selectie gekomen, maar heel Engeland vroeg zich ook af... waarom heeft zij niet eerder kans gekregen. En ze is echt heel goed. En bij Arsenal, dus wordt teamgenoot van Viviane Miedema. Beide spitsen, dus ik vroeg me af of zij nou 4-3-3 spelen... met 1 spits of 4-4-2. Want anders heeft Viviane Miedema... heeft ze wel een probleem volgend jaar, denk ik. Ja, maar dat is sowieso wel bij Arsenal. Want Danielle van der Donk speelt natuurlijk ook bij Arsenal. Waar ze in Nederland eigenlijk onomstreden is op 10. Is dat bij Arsenal niet zo, hè? Dat is dat een beetje zoekende waar Danielle speelt. Ja, Danielle heeft wel heel veel kwaliteiten voor zowel als aanvallende middenvelder... als aanvaller, als verdedigende middenvelder. Dus ik snap wel dat ze met haar een beetje schuiven. Speelt wel op het laatst vrij veel op 10. En speelt heel graag met Nobs achter zich. Dat zei ze nog speciaal. Want ja, dat vindt ze gewoon prettig spelen. Die pakt alles weer op, speelde ook tegen Schotland heel goed. En die pakt zoveel ballen weer op. Nou, die levert ze allemaal keurig netjes weer in bij Van der Donk. Dus dan word je altijd blij van als speler. Mooi bruggetje, Frank. Ja, want we spraken gisteren Jordan Nobbs na de wedstrijd. En we vroegen haar hoe tevreden was je met deze wedstrijd? Yeah, you know, I mean, there's always improvements as a player and learning points, but I think we just have to focus on what the team did tonight. And, you know, I'm very happy to get myself a goal and, you know, hopefully look, you know, just rest and recover for the next ones. Ja, ze was heel tevreden. En het mooie aan dit Engeland is, dat zag je vandaag ook in de pers, superleuk 6-0 winnen. Maar die hebben echt maar 1 doel, hè? Europese titel winnen. En dat zou voor een voetbalgek land als Engeland natuurlijk fantastisch zijn. Je zag het ook gisteren. Ze stralen het ook uit. Wij willen gewoon winnen. En dat was wat Spanje weer niet uitstraalde, in de tweede helft met name. Ja. Ja, die wilden gewoon winnen van Portugal. Nou, dat was gelukt halverwege. Dus toen zijn ze eigenlijk gewoon gestopt. En Engeland ging door. Ja, dat je normaal zoals gas terugneemt in een wedstrijd. Nou, dat deden de Engelsen niet. Nee. Die bleven op zoek naar... Beetje op z'n Duits. Ja, ik denk ook wel dat de Engelsen... Ja, dat zou wel kunnen. Maar ik denk wel dat de Engelsen nu al profijt hebben van de ontwikkeling die de Premier League daar maakt. Dat is zo professioneel. Gehad. Ja.
Ja, nee, denk, jij twijfelt? Nou, ik denk dat ze vooral profijt hebben bij de huidige coach. En het feit dat ze een vrij oude selectie hebben, die al heel lang... Ervaren. Ja. Ja, en dat, daar hebben ze heel veel profijt van. En die coach laat hun gewoon heel veel dingen doen die ze goed kunnen. Dus dat is eigenlijk gewoon ook slim gecoacht. En een ervaren ploeg, dat gaat heel erg helpen. En gretig. Ja, de ontwikkeling voor jou, Nangila, als je kijkt naar de landenteams nu op dit EK. Het is wel veranderd. Hè? De teams zijn dichter naar elkaar toegegroeid. Als je nu ziet bijvoorbeeld dat een België een Noorwegen verslaat. Nou, gelukkig maar. Ja? Dat is ook, denk ik, voor het oog natuurlijk leuker om te zien. Dus ja, voor de sport zelf is het alleen maar goed dat de verschillen steeds kleiner, steeds kleiner worden. Jij hebt de ontwikkeling van de Eredivisie meegemaakt in Nederland. Nou, dat was toen zeer hoopvol. Hè? Eigenlijk alle Nederlandse toppers speelden in Nederland. Nu moet je een beetje je hart vast gaan houden voor komend seizoen. Wie er nog wel in Nederland spelen, toch? Ja, nou goed, dat is denk ik al zeker vijf seizoenen zo. Ja. Dat je elk seizoen maar moet afwachten hoe het verder gaat. En dat vind ik wel gewoon erg jammer. Als ervaringsdeskundige, wat zou een goede oplossing zijn voor de Nederlandse Eredivisie? Niet alleen speelsters meer mogelijkheden geven om dat ze hun sport als topsport kunnen beoefenen. Ja. Maar ik denk ook mogelijkheden geven aan trainers. Dat ze dat ook als fulltime job kunnen doen. Ja, want ik bedoel, je kan goede spelers hebben. Maar bij gebrek aan goede trainers... Ja, daar ben ik het al heel erg mee eens hoor. Niet verder. Want er staan niet altijd toptrainers voor topteams. En als je daar niet in investeert, dan leren die meiden ook gewoon steeds veel minder. Maar er is niet op te boksen tegen het geld wat nu in andere Europese landen is. Nee. Daar gaat Nederland gewoon echt al zijn goede speelsters aan verliezen. Ja. Nou goed, en dan moet je creatief zijn. Hè? Dus je moet denk ik ook al helemaal onderin aan de piramide. Ja, in het amateurvoetbal al gaan investeren. Maar ja, daar... daar hoop ik mijn steentje aan bij te kunnen dragen in mijn regio. Maar vanuit de KVB moet daar ook veel meer mogelijkheden voor zijn. Veel meer mogelijk. We gaan het zo even doorhebben. Want over precies 30 minuten, wat een timing. Er wordt afgetrapt op Spang. Hè? En de man die de vorige keer commentaar deed, die zit tegenover me. Dus we hebben een nieuwe commentator. Een bekende van de show. Jeroen Elshoff, goedenavond. Goedenavond. We hebben op dit moment nog geen geluid met Jeroen Elshoff. Dat is wel cruciaal voor een commentator. Hallo, hoor je mij? Ja, nu horen we. Uitstekend. Je komt uitstekend binnen, Jeroen. Goedenavond. Goedenavond. Is de, allereerst de sfeer. Zit het al helemaal vol of stroomt het nog binnen? Weet je, eigenlijk nieuw moet ik nu gaan liegen. Want ik heb de hele tijd zitten blokken in een perskamertje op de achtergrond sinds ik hier binnen ben. ik keek net even heel snel op mijn plek hoe het eruit zag. Volgens mij loopt het aardig vol. Maar doen ze rustig aan hier. Dat heeft denk ik ook een beetje met het late tijdstip te maken op deze dag. En de mensen zitten hier niet al 2 uur van tevoren op hun plek. Dat gaat misschien op zondag is dat wat beter gegaan natuurlijk, omdat het zondag was. Maar hier gaat het allemaal wat rustiger. Ja, maar straks al vol hoor, met 10.000 volgens mij. Dus, Heel mooi. Je hebt grote wedstrijden gedaan in je carrière. Nu voor het eerst Nederland op een eindronde. Hoe is dit? Nou, ik vind het op een bepaalde manier wel spannend. Frank weet er alles van, want ik heb met Frank veel contact gehad. Ik heb echt ontzettend moeten blokken en inhaalwerk moeten verrichten om dit team te leren kennen. Ik ben niet een enorme volger van het vrouwenvoetbal geweest de laatste jaren. Ik heb ze op de grote toernooien wel voorbij zien komen natuurlijk op het WK een paar jaar geleden. Dus het spannende zit hem erin of je alles op een rijtje hebt, gek genoeg. En dat heeft een hoop werk gekost. Ik heb het boek van Annemarie Postma gelezen. Met de profielen van alle spelers. Ik heb veel beelden teruggekeken. En dat maakt het wel leuk en uitdagend. En ik zou zeggen, kom maar op. Nou, kom maar op. Kijk of je huiswerk goed in orde hebt. De opstelling van Oranje Dames. Nou ja, dat is dezelfde als... mijn telefoon valt er gelijk van om. Dat is gewoon dezelfde. Dat zijn dezelfde 11, dus ik denk ook dat ze weinig reden had om te wijzigen. Nou, dus, dat is fijn voor jou, toch? Dat is wel prettig, ja. Maar ik moet je zeggen, ik heb ook door dat boek en door internet en door Frank en door alle andere mensen die er veel van weten, heb ik ze zo'n beetje allemaal wel leren kennen. Dan krijgen we nog mooie nieuwe weetjes van jou vanavond, die wij ook niet weten? Nou, ik heb er al eentje aan nieuw. Zal ik hem verklappen, Niel, of niet? Nou ja, dat ligt aan jou. Nee. Oh, nou, Frank zegt van niet. Dit is wel een teaser, zeg. Ja, maar pik ik hem als die kan. Het is misschien een leuke quiz. Maak er een quizvraag van. Er is een speelster bij Oranje. Die heeft jarenlang gevoetbald met een speler van het mannen Oranje. Die op dit moment speelt. Die hebben jarenlang samen in een team gespeeld. Ja, Frank mag niet meedoen. Die zit al met de Big Smile. Jij mag ook niet meedoen. Die zit ook met de Big Smile. Nangila, heb jij enig idee? Ik zit te denken, maar...
het leuke vind ik, alle kenners die ik heb gesproken, alle mensen die al jaren meelopen met de vrouw, die wisten dit niet. Dus ik ben uitermate blij dat ik deze A-International van de week heb gebeld en dat hij tegen mij zei van ja, daar heb ik jaren mee gespeeld, joh. Okay. Maar zeg nou, dan hebben wij de primeur. Nee, ik zou zeggen... Mogen we een hint? Ik zou zeggen, maak er nu een quizvraag van. Laat de kijkers... Okay. Dus er is een oranje leeuwin die jarenlang in de jeugd samenspeelde met een... Oranje leeuw. Een oranje... Ja, nee, dat gaan we niet doen. Ja. Met de speler van het Nederlands elftal. Goed verhaal, hè? Ja, nou, ik ga kijken in de chat of iemand het wel weet. Er zitten wel een paar kenners van ons in de chat, dus ik ben benieuwd. Heb je de Denen voor je? Ja, nou, dan kan ik al die namen wel gaan opnoemen, maar dat is... Zijn er verrassingen, of niet? Nou, ze hadden wat blessures. En ik denk dat ik ook heel verstandig is. Hij heeft vooral zijn systeem omgegooid. Hij speelde met 3 achterop tegen de Belgen. Die wedstrijd heb ik ook gezien. En ja, dat was allemaal geweldig. En nu is het 4-4-2 geworden. En die Harder, iedereen het natuurlijk over heeft, de beste aan die kant, die speelde op het middenveld tegen de Belgen. Maar die staat nu gewoon met iemand anders die een geweldig verhaal heeft. Een tragisch levensverhaal, wat nu de mooie kant kent. Met Nadim in de spits. Ja. Hier ziet u het. Ja, en wij zien nu voor ons, ja. Om Harder een linie naar voren te schuiven. Achter je met 4 te gaan staan. Ja, voor mijn gevoel zeg ik dan, het is altijd fijner als je de beste spelers zo ver mogelijk van je eigen doel afhoudt. En nu staan ze natuurlijk wel voorin geposteerd. San? Ja, maar Hekenberg stond toch ook voorin bij Noorwegen. Ja, daar was ik ook niet heel blij mee. Maar hebben jullie al gerekend naar wat er gebeurd is? Ja, nee. Maar ja, we hebben het wel gezegd dat het misschien toch niet de meest ideale uitslag was voor Nederland. Nou ja, Nederland is nergens bij een overwinning, als ik goed gerekend heb. Even kijken, is nergens, want dan is het 6-3-3. 6-3-3-0, toch? Kunnen er 3 ploegen op 6 punten komen die allemaal een keer van elkaar gewonnen hebben. Ja, daar heb je een goed punt. Ja, okay. Dus een overwinning brengt Nederland vanavond niets, als ik goed gerekend heb. En in tegenstelling tot de Denen, als die winnen, zijn ze wel door. Omdat Nederland tegen België moet. Ja. Ja. Ik heb eigenlijk ten onrechte gejuicht voor België net. Ja, dus als Nederland niet doorgaat, weet hij te winnen. Van Dongen. Winnen lijkt me niet onverstandig vanavond. Nee, heel goed. Dat zegt iemand Jackie Groene. Dat gaan we wel door. Maar Jackie Groene is niet het juiste antwoord, hè, Jeroen? Nee. Nee, sorry Stella Valentijn. Even verder kijken. Korte voorspelling? Daar ben je altijd zo goed in, toch? Nou, weet je, ik dacht... ik had Denemarken tegen België gezien en die hadden het heel erg lastig. En Nederland tegen Noorwegen. Ik dacht, het wordt een makkie voor Nederland. Nou, ik vind dat na wat er nu gebeurd is tussen België en Noorwegen... Ik heb het net ook zitten kijken... dat je die zegen van Nederland, hoe fantastisch het ook allemaal ging, hoor, wel een klein beetje in een bepaald perspectief moet plaatsen. Dus ik zeg wat minder makkelijk naar die wedstrijd van Nederland lopen vanavond overheen. Dus ik denk dat het redelijk gelijk op zou kunnen gaan. Oké, nou, dan krijg je weer een berichtje binnen. En nu valt je telefoon ook weer om. Dus snel naar je plek, Jeroen. Dank in ieder geval. En om 8:45 horen we jou op NPO 1. Veel plezier. Hoi. Succes, jongen. Dank je. Hoi. Ja, mooi. Ik vind het toch wel leuk, hoor. Jij zit net vrouwenvoetbal. Jij volgt het al wat langer. Maar ook een collega als Jeroen Elshoff, die natuurlijk alle grote wedstrijden heeft gedaan. Die moet blokken. Maar het stiekem ook heel erg leuk vindt. Ja, maar hij doet het ook blokken. Dat vind ik dan ook wel leuk. We hebben inderdaad heel veel contact gehad. Ja. En nou ja, hij vindt dus ook dat ene dingetje uit. En hij stuurde me dat vanmiddag. Ja, ik vind dat echt prachtig dat hij daarachter komt. Ja. Min of meer toevallig. Maar wel, hij bedenkt het lijntje en dan blijkt het ook nog te kloppen. Nou, mooier kun je het eigenlijk niet hebben. Dus ik hoop voor hem dat hij het vandaag kan vertellen. Je weet wel nu dat je echt Nanguila nog gekker maakt, hè? Ik ben echt enorm nog verder aan het teasen. Ik hoop dat hij vanavond zijn feitje kwijt kan. Anders pik ik hem. Wat kan jij eigenlijk niet? Jij kan goed commentaar geven, jij kan goed teasen. Kan je zelf een beetje goed voetballen? Nou, bij hooghouder sta ik tweede. Ja, 22. En nou gaan we denk ik op een doek schieten. Oh, dit is zo'n lekkere teaser. Ja, makkelijk, hè? Ja, want zoals jullie van ons gewend zijn... mochten Nanguila en Frank vandaag meedoen met het grote Toto voorspelspel. Nou, het is tijd om de wedstrijd Zweden tegen Rusland te gaan voorspellen. Ja, eerlijk gezegd verwacht ik er niet zo gek veel van. Er schijnt wel een hele goede commentator op die wedstrijd te zitten. Misschien maakt hij een boel goed. Ik denk dat Zweden gaat winnen. En ik ben benieuwd of de bal het met me eens is. Nou, dat is dus nog nooit iemand gelukt, heb ik begrepen. Ik hoop dat Zweden thuis speelt, want die had ik voorspeld als winnaar. In de 1. Nou, mijn voorspelling voor Zweden-Rusland wordt een winst voor Zweden. Dus daar wordt straks op de 1 mikken.
bal ging wel steeds in de buurt van de 1. Dus lijkt me goed dat ik bij de voorspelling blijf. Ja, Hulde. De eerste die het gelukt is. Ja, maar beeld. Ze zei, ik mik op de 1 en dat is gelukt. Bovenop de 1 zat hij. Ja, dat moet zeggen, ik mik op het gat boven de 1. Ja. Jullie deden een voorspelling voor een wedstrijd. Wie doet daar morgen commentaar? Hey. Komt de referentie nog even terug? Oh ja. Sorry? Komt deze referentie nog even terug? Dat je... Misschien. Dat is lastig, hè, je commentaar. Maar goed. Hoe goed is jouw kennis van het vrouwenvoetbal? Ben je iemand die veel weetjes kent? Hangt er vanaf. Natuurlijk zit je erin, hè? Maar, we hebben ook nog een quizvraag. Laten we even kijken naar de quizvraag van gisteren om mee te starten. Tegen wie speelden de Oranje Leeuwinnen hun laatste competitieve wedstrijd voor dit EK? Je kijkt naar mij, dat is een makkie natuurlijk. Nee, naar ons. Ja, jullie zijn een team. Ja. Wat? Ja, natuurlijk. Er kwam even een verkeerd antwoord door. Competitieve wedstrijd, hè? Dus geen oefeninterland. Je bent bijna je kaak kwijt, of niet? Toch? Goed. Je hebt Japan. Het niet. Heel goed, ja. Ja, knap. Ja, competitieve wedstrijd. Wanneer dacht jij? OKT. Ja, maar dit is Algarve Cup. Zo competitief. Ja, het is oefentoernooi. Ja, wel een oefening. Ja, daarom, hè? Ja, okay, we gaan door. Kijken wie het prijs heeft gewonnen. Tamara moet gewoon lekker doen. En dan krijg ze een fantastische Leona shirt thuis gestuurd. Dan naar de vraag van vandaag. Misschien kan Dangila onze kijkers even helpen. Voor welk land speelde Portugees international Amanda da Costa in de jeugdelftallen? Amanda da Costa. Voor welk land? Voor welk land speelde de Portugees? Portugal denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Dat ligt een beetje voor de hand, hè? Brazilië. Denk je? Wel een goede gok. Oké. Okay. Ja, ik heb geen idee. Dus ik vind Brazilië. In Portugal heb ik me niet heel erg verdiept nog. Omdat ik er niet zo heel veel van verwacht. Nou, mochten jullie het antwoord weten, misschien heeft Angela wel een hele goede hint gegeven. Hashtag Ekadeler maak je kans op dit prachtige Leona shirt. Dus stuur je juiste antwoord in. Laten we even doorgaan met de Oranje Leeuwinnen. Heel veel deze week geweest over de speelsters. Maar over de coach eigenlijk niet zoveel. Nou, jij hebt een bijzondere band met haar, want jij hebt onder haar gevoetbald. Klopt. Bij ADO Den Haag, toch? Klopt, allereerste seizoen ja, bij ADO. 2007, 2008. En hoe was dat? Laat ik zo zeggen, je bent een trainer en je bent een coach. Trainer ben je op het veld en tijdens de wedstrijd. Ja. Coach ben je ook vooral buiten het veld. En dan bedoel ik mee groepsprocessen leiden en speelsters begeleiden. Laat ik zo zeggen, op het trainersaspect niks op aan te merken. Maar wat miste jij in het coachingsaspect? Wat ik zelf belangrijk vind als trainer zijn, is je speelsters kennen. Geïnteresseerd zijn in je speelsters. Zodat je ze weet te raken. Want het gaat erom dat je tijdens de wedstrijd dat iedereen gewoon 200% voor elkaar geeft. Ja, door niet zozeer, gaat. Niet zozeer met elkaar, maar voor elkaar. En dat is mijn visie op... Als ik het zo hoor, liep het niet heel erg lekker. Kan beter. Kan beter. Okay. En als je er nu tegenkomt, zit dat dan nog wel een beetje zo? Of is het dan middels... dat was toen. We zeggen elkaar alweer gedag, hoor. Oh, nou, dat was toen dus niet. Nee, dat kon niet meer. Ik was weg. Oké, maar als je er nu ziet, je hebt onder haar gevoetbald. Had je ooit van haar verwacht dat zij bondscoach zou worden? Jawel. Ja? Jawel. Waarom? Ze heeft wel die drive, zeg maar, om het hoogste te halen. En dat had ze als speelster natuurlijk al. Dus dat verbaast me niks dat ze als trainer, coach ook nu het hoogste gehaald heeft. Ja. Je hebt het voor het EK, denk ik, nog wel een tijdje gesproken met bondscoach. Ja. Wat zijn indruk maakte zij op jou? Gedreven. Ze wil ten koste van alles winnen. En dat is eigenlijk vooral wat me is bijgebleven. Ze oogt wat nors, dat is ze niet als je er gewoon spreekt. Ja. Maar ze wil ten koste van alles winnen. En daar gaat ze voor. Ze wil echt Europees kampioen worden. Ja, ja inderdaad. Nou, jij hebt een keer een grapje met haar uitgehaald. Ja, daar heb ik nu achteraf wel spijt van eigenlijk. Is dat zo? Ja. Want? Nou ja, ik heb geen idee of het meespeelt. Maar ik en Merel hadden toen bij ADO... Jullie lijken op elkaar als trainer. Ja, ik en Merel zijn tweeling. En wij er bij ADO Den Haag ben ik een keer op het veld mee gaan jij trainen. Was erbij, alsof ik... Nee. Ik kan me zo indenken hoe zo. Ja, ik vond dat toen Merel en ik waren 18 jaar en we vonden dat grappig. Op school deden we dat ook wel eens. En we dachten, het is leuk als ik een keer de warming-up voor Merel meedoe. En Sarina leek het toen heel erg leuk te vinden hoor. Maar
Nu, achter, zeg maar zeker nu, nu Merel niet is geselecteerd, achtervolgt die grap me wel weer een beetje. Dat ik denk, heeft Sarina dan misschien een verkeerd beeld gekregen van Merel? Van dat ze een lolbroek is, terwijl Merel echt zo dedicated is en zo graag wil. En ik heb nu wel af en toe een beetje zoiets van, zijn we te lollig geweest, te jolig geweest in haar ogen, omdat ze zo gedreven is en dan misschien een verkeerd beeld heeft van Merel of zoiets. Ja, het doet gewoon echt nog wel heel veel pijn. En dan ga ik ook naar mezelf kijken. Of zelfs of heb ik een keer hier iets in dit programma gezegd of weet ik veel. Als het goed is, gaat het voor een trainingcoach om voetbalaspect, om voetbaltechnische dingen. Ja, dat hoop ik ook. Ja, dat zou ik nog moeilijker te verklaren vinden. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Natuurlijk is dat lastig voor mij te beoordelen. Dat snap ik heel goed. Op wie moeten we gaan letten bij de Oranjeleeuwinnen vanavond? Wie gaat vanavond het verschil maken? Martens gaat altijd het verschil maken. Ik ook aan die kant, ja. Ja? Aan de linkerkant hebben ze, als het goed is, Roddick aan, Lina Roddick. Vind ik persoonlijk Nee, die speelt niet. Die speelt, ik hoor net in mijn oor, die speelt niet. Nou ja, we hebben hier dan zou ik zeggen. Dan maar aan allebei de kanten. Ja, precies. Ja. Zet de turbo weer aan. Nou, ik ben wel benieuwd hoe ze tegen die 4-4-2 opstelling op het middenveld. Dat is natuurlijk heel erg overwicht de vorige wedstrijd. Maar ik ben wel benieuwd hoe ze dat nu op gaan lossen tegen 4-4-2. Nou, ik ben benieuwd ook hoe Denemarken dat dus ook beter gaat oplossen. Want, ja, inderdaad. Die gaan natuurlijk ook anders spelen. Ja. Ze willen allebei de bal hebben. Dus ik ben vooral benieuwd wie het meest de bal heeft en van daaruit kan gaan voetballen. Ja. Jacqui Groene natuurlijk. Opeens stond ze er. Heel Nederland heeft het nu opeens over Jacqui Groene. Denk jij dat zij dat weer waar gaat maken? Ja, de opgaande lijn van Jacqui Groene is echt al een dik jaar aan de gang. Ik heb haar bij het OKT gezien, toen speelde ze niet eens. Toen zag ik haar trainen, toen heb ik echt me afgevraagd, waarom speelt hij niet? Want die is gewoon echt zo goed. En toen ging ze spelen, kwam ze van links, daar snapte ze zelf ook niks van. En nu, de afgelopen... niet heel blij mee, hè, toch? Nee, zacht gezegd. En de afgelopen weken, maanden heb ik haar echt een opgaande lijn zien presteren. Dus dit verbaast me niks en die kan nog beter. Nee. En vorige keer was er heel veel complimenten voor de backs eigenlijk bij Oranje. Zowel Kika van Es als Desiree van Lunteren. Ja, terecht. Dat vond ik ook. Veel balwinst. Goede voortzettingen ook daarna. Dus ik hoop dat die twee weer hun niveau kunnen laten zien. Ja, nou, Desiree van Lunteren liet het in ieder geval op het veld zien. Laten we even kijken of ze ook een hoog niveau haalden bij 11 vragen aan met Raoul. Ik ben Desiree van Lunteren. Ik voetbal bij Ajax en het Nederlands elftal. Omschrijf jezelf in maximaal 2 zinnen wat voor type speelster je bent. Ik ben hard in de duels en ik vraag altijd het uiterste van mijn medespelers. Welke Nederlandse artiest zou volgens jou een EK-single voor jullie moeten opnemen? Jan Smit. Wat is de grootste tegenslag tot nu toe geweest in je carrière? Mijn grootste tegenslag. Ik heb niet heel veel tegenslagen gekregen, ook niet qua blessures, dus... misschien toch nog wel de uitschakeling op het WK. Welke Oranjeleeuwin kan het slechtst tegen haar verlies? Merel van Dongen. Daar hoef ik niet over na te denken. Welk gerecht eet je het liefst vlak voor een belangrijke wedstrijd? Gewoon een broodje. Doe een broodje! Ik heb een gevoelige maag, dus ja, ik hou niet van aparte dingen. Op welke positie zou je het liefst willen spelen bij het Nederlands elftal? Op de rechtsback op dit moment. Ja? Ja. Mooi, politiek. Ja. Welke 3 dingen zou jij niet meenemen naar een onbewoond eiland? Jill Roord. Welke Oranjeleeuwin zou als eerste in jouw vriendinnenboekje mogen schrijven? Van de Oranjeleeuwinnen denk ik Stephanie van der Gracht. Helene Hendricks of Rivka op het veld? Rivka op het veld. Als ik geen voetbalster was geworden, dan? Of was ik denk ik turnster geworden. Turnster. Ja, ik was vroeger heel, ik zou het niet meer zeggen, maar vroeger was ik heel lenig. Ja? En ik hield allemaal van salto's en dingetjes, dus ja. Oh. Lieve Sarina, als je mij opstelt, dan? Dan zou ik voor altijd van je houden. dit gaat te zien. Dat mag. En, hoog niveau gehaald bij de 11 vragen aan? Ja, prima. Steeds ben je veilig. Nee, maar ik vraag me toch altijd af... maar moet ook als rechtsback. Moet je ook een beetje veilig zijn, binnen en buiten het veld. Maar ik vraag me toch altijd af hoe Raoul op die vraag komt. Wie mag er als eerste in een vriendinnenboekje schrijven? Ja, Raoul die heeft de creativiteit van een chameleon. Ik hoop dat hij ze vandaag na de wedstrijd, want hij is bij de wedstrijd, dat hij ze iets normalere vragen stelt na de wedstrijd, toch? You never know met Raoul.
Nee? Nee. Laten we even kijken. Jullie hebben ook al de wedstrijden voorspeld vanmorgen. En dan gaan we natuurlijk kijken. Zweden, zeggen jullie allemaal, die gaan het wel doen tegen de Russen. Oké. Jij bent het er niet mee eens, hè? Nou, ik vond Rusland... laat ik vooropstellen, Italië-Rusland was een hele gekke wedstrijd. Slecht. Ja, maar gek vooral. Want Rusland, als ze net naar rust die 3-0 maken, dan lopen ze er helemaal overheen. Ja, en Zweden moet het spel nu gaan maken. Ja, kunnen ze niet zo goed? Ik zou een X invullen, maar goed. Het is niet te vergelijken wat je net zei. Zweden-Duitsland, dat is dan wel iets anders dan Rusland-Italië. Maar nogmaals, jullie zijn de kenner, hè? Ja, wel opmerkelijk. Nederland, Denemarken. Niemand, Nederland. Nee, maar ik denk ook dat het een gelijkopgaande wedstrijd gaat worden. En gewoon heel spannend. Ja, en Sanne van Dongen, Denemarken. Ja, dat heb ik meer gedaan. Dat doe ik altijd. Als ik een poeltje doe of zo, dan kies ik altijd degene die niet tegen Nederland is. Want dan heb ik toch nog enigszins iets om blij over te zijn. Ja, dus als jij bij Toto geld inzet, dan pak je of winst, ja, of je hebt gewoon een leuke avond om Nederland te hebben. Precies. Hier verdien je niks mee, kom op. Nee, ja, we leggen zo meteen allemaal 2 euro in en dan win ik nog wel wat. Okay. Nou, misschien win ik wel wat. Nou, jullie hebben in ieder geval Nederland niet als winnaar. Laten we even kijken wat onze eigen Essie Messi heeft gedaan met de voorspelling. Het is weer tijd voor een nieuwe Toto-voorspelling met Essie Messi. En aan mijn linkerkant staat... What's your name? Jamie. Jamie is from England. But we have already done all the English predictions, so you're going to be Denmark. Is that okay? It's a good team. I can take Denmark. 3, 2, 1, go! Oh, was dat de panna? Ik denk het wel, hè? 2-0. How are you this good? Oh nee! Nog een panna! I think that's 5-0. All right, now just keep on going. There's still 1 minute left. Everything is possible, you know? Oh no, oh nee, oh, it's 6-0. Oh, oh, oh. Ooh, yeah, that's the game. That's the game. 6-0. Jij had echt geen genade, hè? Nee. Nederland, Denemarken. 6-0. Elke dag ben ik heel blij dat ik Essie Messi zie. Ik ben ook heel blij dat ik jou zie. Fantastische commentator. Heeft ze potentie? Ja, bij dit soort gelegenheden zeker. Goed, Essie Messi... Ik heb ook echt geen ambitie om een commentator te worden. Okay. Essie Messi 6-0. Nou, wie weet. Laten we het zo maar zeggen. We gaan ons opmaken. Dankjewel, Sanne. Snel omkleden. Oranje shirtje aan. Ja, ja. Frank, dankjewel. Leuk dat je er was. Graag gedaan. Je staat vervolgens in alle klassementen en zo. Zien we het nog hoog voorbij komen. Dus, en Langila, heel leuk dat je er was. Top. Altijd leuk om een oud international op de bank te hebben. Heel veel succes natuurlijk ook met je trainingscarrière. Dankjewel. Dus wat zeiden we? 2021? Zei jij, ja. Geloof je meteen. Jij zet WK 2023. Ik zag het in je ogen. Het is wel vlot hoor, 2021. Maar we gaan... 25. Je mag 25. Ja. Bij deze. Oké. Okay. Is goed. Oké, okay, Nangila van Eyck. EK 2015. Ik assistent dan? Assistent, heel goed. Jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Over 10 minuten gaat het los. Nederland-Denemarken bij NPO 1 of op Eurosport. En morgen om 8 uur zijn wij er weer met de nieuwe EK Daily.